Patrick Brugman uit Kuurne rijdt als een van de eersten in België met de nieuwe Scania R500. Patrick wachtte al 2 jaar op het nieuwe model om zijn 14 jaar oude Scania te vervangen. Hij bestelde de nieuwe trekker nog voor hij hem in Zweden kon testen. Ja, we zijn er toch al een jaar of 2 op aan het wachten. Het model was al ergens verwacht in 2015. Dan werd het 16 en dan zijn we nu bijna 17, maar we rijden nu toch al mee. Het is een hele verandering. Patrick is al ruim 20 jaar trouwe klant bij het Zweedse merk en heeft in zijn bedrijf 7 Scania's lopen. Het is de tweede dag, we zitten nog maar aan 560 kilometer. Het zacht rijden, dat valt wel op. Vooral ook het schakelen, je schakelt zeer snel. Met de nieuwe R500 transporteert hij vooral warm asfalt. De dag nadat hij de wagen in ontvangst had genomen, was hij ermee aan de slag op een werf in Moeskroen. In de nieuwe Scania is de chauffeurszetel meer naar voor en meer naar links geplaatst. En dat is ook Patrick opgevallen. Ik geloof dat we 6 centimeter meer vooruit zitten en 2 centimeter meer naar de deur in feite. En dan zie je alles veel beter. Een heel mooi zicht vooraan. Zeker ook met de voethangerspiegel van voor. Dan zie je bijna het volledige brede vak van je vrachtwagen en kunt je feite tot op de millimeter rijden. Vanuit Moeskroen ging het naar Wevelgem voor de herstelling van een straat. Nu rijden we van Moeskroen naar Wevelgem om een herstelling te gaan doen voor de plaatselijke gemeente. Voor de leveringen van warm asfalt is precies rijden essentieel. Wat er heel interessant is het manoeuvreren, de manoeuvreermodus, als ze dus gewoon wel achteruit gaan. En dan duwt je de hendel een seconde naar beneden, dan gaat hij in manoeuvreermodus. En dan kun je werkelijk met je gaspedaal op enkele centimeters na rijden en heel voorzichtig naar de machine rijden. De toerental wijzigt bijna niet en toch kun je je wagen perfect verplaatsen. Niet enkel de vooruitgeschoven positie van de chauffeur, maar ook de 6 spiegels, die alle elektrisch instelbaar zijn, zorgen voor een goede zichtbaarheid rondom het voertuig. Onder de cabine, die elektrisch kan worden gekanteld, zit de nieuwe 6-cilinder 13 liter motor, die uitsluitend SCR gebruikt voor de nabehandeling van de uitlaatgassen. Met de nieuwe R hoeft Patrick niet om de zoveel kilometer naar de garage. Yannick Delru. Vroeger moest een klant altijd met zijn vrachtwagen op bepaalde tijdstippen of kilometrages naar de garage gaan voor een bepaald type onderhoud. Nu, sedert geruime tijd, hebben we al het flexible maintenance of het flexibele onderhoudssysteem ingevoerd. En dat gaat aan de hand van een bakje die in de wagen zit, die onder andere aan onze receptionisten vertelt wanneer een vrachtwagen binnen moet komen